Maandagochtend brak er brand uit in discotheek Monte Carlo. Een dag later blijkt dat de brand is aangestoken. Wat ging eraan vooraf? In 1997 begint de bouw van de muziekhal in de Brabantse Poort. Het jaar erop wordt er door omwonenden bezwaar gemaakt en ligt de bouw zes maanden stil. In 1999 wordt de muziekhal dan toch opgeleverd en opent Nightlife de deuren. Na twee maanden vraagt het bedrijf faillissement aan, omdat het niet het aantal bezoekers trekt dat nodig is. In 2001 is The Matrix de opvolger. Twee portiers worden in 2002 voor de deur neergeschoten. Eén van die portiers komt hierbij om het leven. Negen jaar later probeert een Brit tot tweemaal toe de ingang met een bestelwagen in te rammen. Tijdens een grote vechtpartij in 2014 worden zes personen aangehouden. Niet lang daarna geeft de Matrix aan uit de muziekhal te vertrekken en ergens anders een doorstart te maken. In 2015 is Monte Carlo de opvolger van de Matrix, maar de opening in februari wordt door de gemeente en de rechtbank tegengehouden. Horeca en drankvergunningen zijn dan nog niet verstrekt en ook de financiële achtergrond van de eigenaren is dan nog niet afgerond. Ruim een maand later opent Monte Carlo alsnog de deuren om na drie maanden weer te sluiten. In deze drie maanden is Monte Carlo in totaal vier keer open geweest. Monte Carlo gaat verder als evenementenhal voor verschillende feesten. Op Nieuwjaarsdag 2016 loopt het opnieuw uit de hand. Bezoekers mogen niet naar binnen en de stemming wordt grimmig. De politie grijpt uiteindelijk in. De burgemeester geeft kort daarna aan dat er een plan moet komen waarin beschreven staat hoe de veiligheid wordt verbeterd, overlast wordt tegengegaan. En hoe er met de politie wordt gecommuniceerd. De gemeente wil geen misstap meer zien, maar verschillende feesten lopen toch uit de hand. Herhaaldelijk zijn grote aantallen politieagenten nodig om de situatie onder controle te krijgen en het overstijgt de capaciteit van de politie. Eind mei besluit de burgemeester dat Monte Carlo voor zes maanden dicht moet. Deze week brak er brand uit in de muziekhal en al snel blijkt dat deze is aangestoken.